Goedemorgen, wat fijn dat u weer kijkt. Laten we ook deze dienst beginnen met het zingen van een lied. Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u weer bent ingeschakeld en dat we op deze manier deze dienst mogen beleven. Het is God die in ons midden, ook bij jou thuis in de woonkamer wil zijn. Het is fijn om ook broeders en zusters hier live te mogen begroeten. Het is goed om zo samen te zijn. Ook gezellig, fijn om elkaar te spreken, maar ook God samen te mogen aanbidden voor jij is. Ik wil graag met u in gebed gaan om een zegen te vragen over ons samen zijn. Laten we bidden. Liefdevolle Heer Jezus, machtige God, u alleen bent waardig te ontvangen al onze lof en eer. We danken voor wie u bent, een groot en machtig koning. U die als grote machtige koning vernederde en dichtbij ons kwam wonen. In uw Zoon Jezus Christus kwam u onder ons wonen en heeft u uw leven gegeven voor ons allen. Heer, dank u wel dat we kinderen van u mogen zijn, door uw genade. En dat we vanmorgen ook dat mogen beleven, mogen weten, er is genade bij u. Er is liefde bij u te vinden. Heer, we danken u voor elkaar. Tegelijkertijd bidden we voor elkaar. Als we de verbondenheid zoals we die wensen, dat we die niet ervaren in deze tijd, mogen we bidden voor elkaar dat u ons vasthoudt. Dat u blijft werken in onze levens met uw Heilige Geest. Heer, doe dat ook voor morgen. Kom tot uw plan, kom tot uw doel. Trek ons naar u toe. Bemoedig ons, vermaan ons misschien. Troost ons. Doe uw werk in onze harten, in onze levens en in onze gedachten. Dat willen we u vragen. In uw naam, Heer Jezus. Amen. En het is nu tijd voor Max.
het mooi weer, hè? Ik zit hier lekker in de speeltuin. Want ja, het is nou nog mooi licht. Kan ik lekker spelen. En ja, even bijkomen van school. Mag nog net even. Want weten jullie nog, vorige week ging het over plagen. En ja, plagen vind ik helemaal niet leuk. Jullie wel. Hebben jullie wel eens last van plagen? Want ja, er waren ook andere plagen, hè? Want ja, ze hadden het ook over allemaal andere dingen. Iets met hagel en beestjes. Ik hou helemaal niet van kriebeldiebelbeestjes. Jij wel? Dit ging over springhanen. Ik ben benieuwd wat die deden. Kijk je mee? Oh nee, de hagel. Oh, wat harde dingen, joh. Weet je waar ik aan denken? Aan de hagel in Israël. Die bij de plagen. Die waren nog veel erger dan dit. Die sloeg over een gaten in, man. Weet je, voor de hagel kwam de zweren. Dat was ook een van de plagen. En daarna kwamen er nog veel meer. Gelukkig is de hagel voorbij. Oh mooi, wat was dat vervelend. Kunnen we even lekker genieten van het weertje en van een lekker taartje erbij. Weet je, na de hagel kwamen de springhanen. Dat is de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8e plaag. Hè? Ja, kijk, dit doen de springhanen. Die eten gewoon alles op. Er bleef helemaal geen voedsel over in Egypte. Ja, voor mij ook niet zoveel. Ja, nu is het best wel donker, hè? Dan moet je je voorstellen hoe donker het 's nachts is. Of overdag zelfs. De 9e plaag was dat het 3 dagen lang pikken donker was. Je kon je hand niet meer voor je ogen zien. Er was niks te zien. Dat is toch verschrikkelijk? De laatste plaag was de ergste plaag. Mozes zei tegen de Israëlieten dat ze zich moesten klaarmaken voor een eventueel vertrek. Ze moesten een lammetje slachten voor het paasfeest en het bloed ervan op de deurposten smeren van hun huizen. Ook moesten ze platte broden maken zonder gist. Dit was nodig zodat ze snel konden vertrekken. Die nacht zou een engel rondgaan van de Heer en in elk huis de eerstgeborene zoon doden, ook bij het vee, behalve bij de huizen waar dus een beetje bloed aan de deurposten zat. Was dit genoeg? Is dit genoeg? Dan gaan we volgende week naar kijken. Soms is het in je leven misschien ook zo. Dat je op het punt staat dat iets gaat gebeuren. Of op het punt staat dat er iets moet gebeuren. Dat je het even niet weet. Dat je overgeleverd bent, zeg maar. En wat God gaat doen. En dan mag je weten dat God voor je strijdt. Geen berg is te hoog, geen dal is te diep. Hij gaat ervoor. Hij zal jou redden. Volgende week gaan we kijken of en hoe Israëlieten eindelijk uit Egypte mogen vertrekken. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de Heer. Vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar boven alle namen hoogst heer.
frisse prikkel gebleven. Jezus leeft en ik zal leven. De schepping klinkt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie. Above all, and above all.
Kom, Heer Jezus, neem uw plaats. Kom tot uw plan, kom tot uw doel. Misschien heb je het ook wel eens dat je gevraagd wordt voor iets en je denkt van nou, eigenlijk ben ik daar niet zo geschikt voor. Ik heb de capaciteit er niet voor. Of je zit op school en je moet een moeilijke taak doen, je moet een moeilijk proefexamen doen en je denkt, nou, eigenlijk wil ik dat overslaan. Ik voel me daar niet zo geschikt voor. Laat iemand anders het maar doen. In de Bijbel komen we ook zo'n man tegen die zei van, nou, liever niet. Ik voel me niet geschikt, ik voel me niet capabel voor hetgeen God mij vraagt. We komen hem tegen in Exodus 3. En de kinderen die hebben er al een aantal keer bij stilgestaan. Het is Mozes. Mozes die door God wordt geroepen om het volk van Israël uit Egypte, uit slavernij, te brengen naar het beloofde land, naar Kanaan. We gaan lezen in Exodus 3. Exodus 3 vanaf vers 1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij tot bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Exodus 3, vers 1 tot en met 12. Mozes wordt geroepen door God om het volk van uit Egypte naar het beloofde land te leiden. In deze tekst kwamen een heleboel dingen tegen. En ik zou er uitgebreid 3-4 preken over kunnen houden, dat ga ik niet doen. Ik sta vanmorgen niet met u stil bij die brandende braamstruik. Ook niet heel uitgebreid bij de godsnaam. Het zou te veel tijd vergen. Waar ik op wil focussen vanmorgen is Mozes en de roeping door God. Mozes wordt geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Hij is de schapen van zijn schoonvader aan het leiden en opeens komt hij als het ware in gesprek met God. God die hem roept. En Mozes, wat doet Mozes? Mozes die zegt in vers 11, ja, ben ik daar niet geschikt voor? Zoek maar iemand anders, zegt hij als ware. Wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar de farao zou toe moeten gaan? Mozes, opgegroeid aan het hof van de farao, opgevoed door de dochter van de farao, die voelt zich te klein om naar de farao te gaan. En dat snap ik ook wel, want hij heeft tijd daarvoor, 40 jaar daarvoor, heeft hij een farao of heeft hij een Egyptenaar doodgemaakt en heeft hij moeten vluchten vanwege dat voorval. En ja, dan terugkomen, zouden ze het nog weten? Zouden ze hem nog kennen? Ik denk dat een reactie van ons wel vergelijkbaar zou zijn.
Soms zeggen we ook, waarom ik? Waarom, God, vraagt u mij voor dit? Of waarom moet ik deze taak op mijn werk doen? Mozes' reactie is begrijpelijk. Een eerste tegenwerping die hij geeft tegen God is dat hij zegt, ik ben ongeschikt. Zoekt u maar iemand anders. Wanneer we verder lezen, komen we tegen dat God nog verder gaat met Mozes om hem te roepen. Als we verder lezen in vers 13, lezen we het volgende. Maar Mozes zei, stel dat ik niet naar de Israëlieten ga en zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben er die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Even daarvoor, in vers 12 heeft God tegen Mozes gezegd, ik zal met je gaan. Maar dat is voor Mozes niet genoeg. Hij wil een naam van God. Hoe heet u? Wat moet ik zeggen tegen het volk? Wat moet ik zeggen tegen de leiders? Namens wie zal ik gaan? En dan zegt God, openbaart zich als de God die er zal zijn. Die er was, die er is en die er zal zijn. Ik ga met je mee. Ik ben jouw God en vertrouw maar op mij. Maar opnieuw, als je verder leest in het verhaal, denkt Mozes, ja, ik weet het niet. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen. Laten we even doorbladeren en dan komen we in hoofdstuk 10 in hoofdstuk 4 het volgende tegen. Want hij komt met een derde bezwaar. Zijn eerste bezwaar is, ik ben niet geschikt. Zijn tweede bezwaar is dat hij zegt, wie moet ik zeggen dat u bent? En het derde bezwaar komen we tegen in hoofdstuk 4. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen, en dat is het volk, vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is je helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit. Maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag die er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen. En dat over het land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Mozes heeft twee tegenwerpingen gedaan. En nu komt God met een derde. God komt met een derde reactie erop. Op zijn tegenwerking. Hij zegt, ja, maar ze zullen niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. En dan krijgt hij drie tekens van God. Het teken van de slang, de stok die een slang wordt. En het teken van de hand, van de Melaatse hand. En het teken van het water dat bloed wordt. Water wat staat voor overvloed. En we zagen ook bij de plagen, waar Christiaan het over had, dat het volk werd getroffen. Dat Egypte zou worden getroffen. En hierin laat God al iets zien van, ik kan water in bloed veranderen. Ik kan alles. Wees maar, vertrouw maar op mij. Ik wil jou gebruiken, Mozes. Maar Mozes, die denkt, nee, ik zie het niet zitten. Ja, u geeft mij tekenen, maar ik geloof het nog niet. Dat lezen we in vers 10 van hoofdstuk 4. Maar Mozes antwoordde, neem me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is al altijd zo geweest en daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.
De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in je mond leggen. En opnieuw komt Mozes met een tegenwerping. Maar Mozes hielp het vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en hij zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je wonderen doen. Een vierde tegenwerping van Mozes. Nee, ik kan niet zo goed spreken. Ik heb de woorden niet. Laat mij het toch niet doen, Heer. En dan uiteindelijk wordt God boos. Vier tegenwerpingen. Hij zegt, ik ben ongeschikt, ik kan het niet. Ik zit niet zitten. Mijn mond, ik krijg er de woorden niet uit. Maar Mozes die heeft rekening gehouden met de weigering van, of God heeft rekening gehouden met de weigering van Mozes en heeft Aaron al naar hem toegestuurd. Aaron die naar hem toe komt en blij is om hem te zien. Aaron zal de spreekbuis van Mozes worden. God voorziet. God voorziet in het geval van Mozes. Mozes die zoveel tegenwerpingen had. En misschien zat ook bij ons wel. Misschien denk je wel van, God vraagt van mij op dit moment, dit van mij. Of ik sta nu voor die moeilijke taak en eigenlijk zie ik het niet zitten. Eigenlijk ben ik er niet geschikt voor, om deze of deze reden. Maar God zorgt voor oplossingen. God zorgt voor uitwegen. Op manieren zoals wij het niet zouden kunnen bedenken. God gaat door. God zoekt een weg. En God wil ons ook gebruiken. Zijn weg. Op manieren zoals wij het niet kunnen bedenken, wil Hij ons geschikt maken en bekwamen. Hij leert ons lopen over het water. Thank you.
is van God in mij te gaan over de golven. Vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Geest van God, in mij te gaan over de golven. Je vertrouwt. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u met ons meegaat. Dat u ons leert te lopen op het water. Dat wij op u mogen vertrouwen. En onze levens, onze gedachten, onze toekomst in uw handen mogen leggen. We bidden u voor onszelf, zoals we hier zitten, zoals we deze dienst hebben beleefd, zo thuis of hier in de kerk. Dank u wel dat u betrokken bent op onze levens. Dank u wel dat u ons door en door kent en dat u weet wat er in onze leven speelt. En dat u over alles Heer wilt zijn. Heer, we danken u ook dat u Heer bent van onze gemeente. Dat u onze gemeenschap vasthoudt. En dat u ook weet hoe de toekomst er voor onze gemeente uitziet. En we bidden u, leid onze weg. We danken dat u ons wil vormen. Geschikt wil maken, capabel wil maken voor de taken waarvoor u ons in dit leven, in de kerk, op ons werk, op school of waar dan ook, voor roept. U wilt ons gebruiken tot uw eer en tot uw glorie. Heer, op dit moment willen we ook bidden voor degenen die ziek zijn, die uw zorg, uw nabijheid zo hard nodig hebben. Heer, ontferm u over de zieken. Ontferm u over mensen die zich eenzaam voelen. En Heer, misschien kunnen we daarin zelf ook iets betekenen om er te zijn voor een ander. Heer, we bidden u voor Compassion, waar we zo meteen voor willen collecteren. We bidden voor het werk dat zij wereldwijd mogen doen. Ze mogen vele kinderen helpen tot zegen zijn. En we bidden dat dit werk ook in deze moeilijke tijd door mag gaan. Dat kinderen ondersteuning mogen krijgen van schoolwerk, maar dat ze ook leren wie u bent. Een liefdevolle God. Heere God, we bidden u voor deze wereld, dat we op u mogen zien. Dat we in alle vragen, in alle onzekerheden, ons mogen vastklampen aan u, de levende God. U, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Mozes, de God die onmogelijke dingen kan doen. Aan u mogen ons vastklampen en dat bidden we ook voor deze wereld. Heer, dank voor
deze dienst. Dank voor het samen zijn. Dank dat u door alles heen wil werken. Dank dat u tot ons wil komen in uw Zoon Jezus. U komt toe alle lof en eer. In Jezus' naam. Amen. We gaan collecteren voor Compassion. Ik mocht er net al voor bidden. Compassion zet zich in voor de allerarmsten. Kinderen in nood krijgen onderwijs over hygiëne, mogen naar school gaan, worden daarin ondersteund, krijgen voedsel en leren wie de Heer Jezus is. Dit werk is in zo'n 25 landen in deze wereld en we willen dit ondersteunen. Geeft u uw gift voor dit prachtige werk. Zoals God met Mozes meeging, zo gaat Hij ook met u mee de komende weken. Zijn zegen wil Hij aan u verbinden met de volgende woorden. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de eenheid en nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, totdat Jezus terugkomt. Halleluja, amen.